Heb je nog een beetje kunnen genieten van je vakantie, vroeg ik me af? Want volgens mij was je alleen maar bezig met Instagram en Twitter en dat soort dingen. Nee, dat is eigenlijk spontaan ontstaan. Je zit wedstrijden te kijken. Mijn schoonzoon, dat is het verhaal wat erachter zit, die heeft geen meter verstand van het spelletje. En ik nam hem dus mee bij de eerste wedstrijd. Ik wilde toch een groot gedeelte zien van Spanje-Portugal. Ik zei, joh, na 10 minuten, ik zei, dat is een open wedstrijd, aanvallend. Er worden geweldige wedstrijden, er gaan veel goals vallen. En dat klopte natuurlijk. En hij zegt, joh, als je het nou zo goed weet, waarom doe je dan niet zelfs met Instagram voor de wedstrijd en in de rust je voorspellingen? En nou zo is dat spontaan ontstaan. En een beetje hilariteit erbij, steeds andere plekjes. Ja, en dan kom je terug in Eindhoven. Dan zeggen ze, ga je ermee door na je vakantie? En op de markt riepen ze tegen, kan je hier niet een vlogje maken? Bij de marktbakker en bij de haringenboer. Nou, zo is dat een beetje spontaan ontstaan. En men vindt het leuk. En er zit ook een bepaalde serieuze tint bij natuurlijk. Dat ik het probeer te analyseren voor de wedstrijd. Niet achteraf, want dan weten we het allemaal makkelijk. Dat is het makkelijkste van de analisten. Maar vooraf moet je het ook een klein beetje kunnen raden. Want je stelt je ook wel een beetje kwetsbaar op natuurlijk. Ja. Want als het niet goed is, ja, dan ga je met boter en suiker erin, zeggen ze in Den Haag. Ja. Aad de Mos op Instagram. Dat zag er zo uit. Engelsen natuurlijk een matig elftal. Je ziet dat geen enkele speler van dit elftal zou gevraagd worden bij de Belgen. Panama kennen we natuurlijk alleen maar van het Panama-kanaal en van de Panama Papers. Maar voetbal, dat haalt niet op. Nou, geweldig spektakel gisteravond van Ronaldo. Zal Messi vanmiddag toch ook iets willen laten zien en zal wellicht ook een hat-trick willen scoren. Blijft toch gokken ook op België. Mbappé, goede speler. Griezmann, maar zij hebben Romelu Lukaku, ze hebben Hazard, ze hebben De Bruyne, ze hebben een wereldkeeper goed van. Engeland zie ik Kane dan speler van toernooi worden. Of Modric bij Kroatië. Maar ik pak hem niet lekker een aardigje zo. Ik pak hem lekker zo. Welke vond je nou zelf het leukst uiteindelijk? Nou, in Ibiza met de omgekeerde fiets. Er stond er eentje, die had zijn fiets, die had een lekker band. En er was een cafeetje met zijn voetjes in het zand. En dat beeld erachter. En dat was geweldig. En de mensen apprecieerden dat ook. Want er waren dus direct 5.000 of 6.000 die dat gevolgd hebben. Prachtig. En dan had je een lekker band of ben je op de fiets naar Ibiza gegaan. Die dingetjes gebeuren dan. Maar dat vond ik eigenlijk wel het leukste van het hele gebeuren.